Ondanks dat ik hier voor de tweede keer ben, blijft het toch een indrukwekkend bouwwerk hoor. Kijk hoe hoog het is. Wat daar in het midden ligt is de Eiffeltoren. Die vliegt hier door de hal in, daar kun je in. En de medewerker loopt er gewoon mee rond. Ik heb maar weinig glijbanen gedaan die zo hard gingen als deze. Dit wordt een geweldige video, blijf kijken! No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No joyride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the ride specialist. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Reis. Het is vandaag ontzettend slecht weer. Het is grijs, het regent, het is nat, het is niks. Dus ik had zin in de tropen. En gelukkig hoef je daar niet een vliegtuig in, want hier vlakbij Berlijn staat Tropical Island. Ik was hier een aantal jaren geleden was ik ook geweest. De review kun je vinden op mijn kanaal. Maar Tropical Island, voor de mensen die hier voor het eerst zien, wat is dit? Dit is een oude Zeppelin hangar die ze omgebouwd hebben tot een subtropisch zwemparadijs. Het is echt gigantisch. Het is mooi. Het is uniek. En het is hier in Berlijn. We gaan snel omkleden en we gaan snel naar binnen, want ik ben zeiknat hier. Zo, daar zijn we weer. Tropical Islands. En dit, lieve mensen, wordt ons speelterrein voor vandaag. Ondanks dat ik hier voor de tweede keer ben, blijft het toch een indrukwekkend bouwwerk hoor. Kijk hoe hoog het is. We lopen eerst even door de regenwoud heen. Ik denk niet dat hier veel veranderd is ten opzichte van de laatste keer. Mooie planten en bomen. Zien we nog eens een maquette van het hele gebouw. En wat daar in het midden ligt is de Eiffeltoren. Die past er dus in. En hier vooraan staat een vrijheidsbeeld. Die past ook dus makkelijk in. Dus dit gebouw is groter dan de Eiffeltoren en het vrijheidsbeeld. Dit lijkt het meer een dierenpark zo met die flamingo's. In het regenwoud vind je zelfs een vlindertuin. Lopen we even naar binnen. Leuk. Wat bijzonder is aan Tropical Island is dat je hier kunt overnachten in deze dome. Hier in het regenwoud staan wat accommodaties, deze en hier. En hierin zou je dus kunnen overnachten. Dus je hebt ook airco, een beetje tegenstrijdig, want je maakt de dome maak je warm. En je gaat het vervolgens koelen. Maar oké, het kan dus wel. Je hebt ook genoeg privacy, hier zal wel de keuken zitten. En aan de andere kant heb je een mooi uitzicht over het lagoenenbad. Hier beneden ligt het zwembad met twee waterglijbaantjes. Dan kijk je daar zo mooi over uit. Het lijkt net of je dus echt in de tropen zit. Je kunt natuurlijk ook eten en drinken hier, dat is ook een apart systeem. Die kun je zelf gewoon pakken. Hoe betaal je dan? Niet met cash, maar met een soort horloge. Daar doe je je kluisje mee dicht, daar betaal je mee. Als je er weggaat met een check-out, dan moet je gewoon betalen wat je allemaal verbruikt hebt. De prijzen staan gewoon hier erbij, dus je weet wat het kost. Dan moet je zelf een beetje in de gaten houden hoeveel je hebt uitgegeven aan het einde van de dag. Als je in elkaar gefabriceerd, mogen we betalen. Dan doen we... En zo werkt het dus bij alle horeca hier zo. Ik ga met jullie naar het eerste zwembad, het Lagunebad. Ondanks ik een uitgebreide review heb, neem ik jullie toch mee in deze review in alle zwembaden. Stroomversnelling hier links vooraan. En ook hier staan huisjes die zij ook kunnen huren om hier te overnachten, zo aan het zwembad. Het bad bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat verbonden is met een kanaal, dat loopt hier. En hier heb je nog meer zwemwater waar je kunt zwemmen. En glijbanen. Twee stuks. De twee waterglijbanen die hier gebouwd zijn, die zijn van Wiegand. Edelstaal waterglijbanen. Hoogte en lengte allemaal niet bekend. Het zijn de twee waterglijbanen die naast elkaar starten. Alle twee Black Hole waterglijbanen. En we gaan van de eerste stap naar links. En we beginnen met een jump. Dan krijgen we een disco effect. Disco, foto, tingelingeling. Nou, dan wordt het donker. Kijk, één helix. Waterballetje. En dan de bank. Het is geen skim out, maar er is zeg maar een bank waar je dan zo het water in glijdt. Kijk zo. Dat zie je wel eens vaak in zwembaden, maar de meeste glijbanen hebben toch skim out. Dan zitten we al klaar voor de rechterwaterglijbaan. Het is ook een black hole glijbaan, maar ik zie dat er licht in brandt. Gewoon wit licht. Het lijkt alsof ze dat expres gedaan hebben. Ik weet niet hoe die de laatste keer was, dat kan ik even niet meer herinneren. Alright, daar gaan we. De black hole in. Ja, dus inderdaad gewoon ledverlichting. Jumpy. Sterkoeging, hoppa. Het doet jump en dan. Ja, deze is heftiger dan die andere. Ik zei net dat het bad uit twee delen bestond en verbonden was met een kanaal, maar je kunt ook nog hier via de tunnel naar de andere kant zwemmen.
De laatste keer heb ik hier ook naar gekeken. Toen was hij ook niet in werking en vandaag ook niet. Ik weet niet of hij ooit in werking is, maar in ieder geval doet hij het vandaag niet. Het zou een vrije valtoren moeten voorstellen. Zeker jammer, niets aan te doen. Hier zijn nog spelletjes waar je prijzen kunt winnen. Want hier komen op het kindergedeelte uit. Minicars, speelautomaten, airhockey, een piratenschip. Kunnen we kinderen? Ik hoor jullie niet. Ja, hij woont in de ananas, diep in de zee. Dan zien we hier ouderwets vermaak. Bootjes, radiografisch besturen waren bootjes. Ja, dat vind ik wel jammer ten opzichte van de laatste keer. Want de laatste keer lagen hier allemaal bootjes in waar je met kinderen kon peddelen. Die zie je dus vaker in pretparken. Maar helaas, die hebben ze hier weggehaald. En hebben ze nou die bumpercars weer in de plaats gemaakt. Dan passeren wij een grote kids playhouse waar kinderen kunnen spelen zonder water. Nou mensen, we gaan naar boven in het luchtballonnetje en hebben een prachtig uitzicht over het hele park. 15 meter hoogte gaan we. Nou, hier vooraan zien we weer het Laguna Bad. We zijn al onderweg. Hij heeft zich al vastgekoppeld, de beste man. En die gaat met ons een rondje lopen. Ongeveer 15 minuten duurt dit. En we hebben €51 betaald voor deze trip. Dan gaan we nogmaals langs de freefall. En je ziet dat er staakkabels langs zitten. Dus het zou geen freefall geweest zijn van tak los, maar meer een beetje yo-yo effect. Ja, jammer dat hij niet in gebruik is. Had me ook wel leuk geleken om te doen. Dan zien we nog een keer het kindergedeelte van boven. Dan vliegen we hier langs de tenten af. Die zou je ook kunnen huren, zou je ook in kunnen slapen. Die zijn goedkoper dan de accommodaties die je hier en daar vindt, die we net hebben laten zien. En dan gaan we daar langs de eerste waterglijbaan. Hè? De oude waterglijbaantoren met de snelste waterglijbaan van Duitsland. Dat is die blauwe hier vooraan. En dan een bandenbaan en een body slide met een familieglijbaan onderaan. Dit waren vroeger, de laatste keer toen ik hier was, de enige waterglijbanen. Maar ze hebben nieuw bijgebouwd. En zo te zien gaan ze nog meer bouwen. Maar daarachter zie je een waterglijbaantoren met een tolwaterglijbaan en heel veel normale body slides. Een XXL Water Playhouse lijkt het wel. Maar die gaan we zo meteen even uitgebreid doen. Je ziet dat ze daarvoor een beetje het zwembad hebben ingeleverd. Het grote panoramabad, zullen we maar zeggen. Het strand ligt er nog wel voor. Maar er is wat zwemoppervlak is er voor kwijtgeraakt. Unieke beelden zo bij de waterglijbanen. Kijk wat een prachtig zicht we op de waterglijbanen hebben. En je ziet het, het is gelukkig vandaag niet zo heel erg druk. Maar deze waterglijbanen gaan we zo meteen uiteraard nog doen. Met name die blauwe, daar kijk ik wel naar uit. En kijk nog eens, wat een grote hal. Er vliegen zelfs vogels in. Daar achterin het piratenfort, zeg maar, daar zitten dan allerlei kluisjes in, douches. Maar er zitten ook nog wat accommodatie in en zo. Het is wel hier wat prijzen om te doen, maar wel echt een aanrader om te doen. Echt heel erg mooi om van boven alles te zien. En zo zien we de landingsplaats weer. Hier onderaan, daar gaan we landen. Ik moet zeggen dat ik niet echt stabiel in het luchtballonnetje sta. Ik zie wel wat, maar we gaan flink zakken. Heeft hij hem opgerold? En dan maakt hij nog een extra touw, maakt hij hem vast, dat hij hem echt niet verliest. En dat doet hij zometeen aan deze kant ook. En het trekt ons helemaal uiteindelijk naar onderen, vast op de grond. Rats, 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 rats. En dan staat de hele ballon weer stevig op de grond. En dan is het uitstappen, maar... We zagen net al uit de luchtballon de nieuwe glijbanentoren. Er zitten heel wat glijbaantjes op, waaronder een trechter, die gaan we zeker doen. Maar hier vooraan, de kleintje, die slaan we over. We doen even de grotere glijbaan op deze toren. Hoogte en lengte van deze waterglijbanen zijn niet bekend. Ze zijn gemaakt met Jumbo-Spes compact slides. We doen ze wel eens op een willekeurige volgorde. Jammer, we kunnen ze blijkbaar niet allemaal doen. Deze is afgesloten. Waarom die afgesloten is, ik heb geen idee. Hoppa, daar gaan we. We beginnen met een jump. Dan krijgen we eerst Bobby, best Gerpo. Dan krijgen we Helix. Heel breed, maar ja, het zijn ook kinderglijbanen. En het gaat wel hard hoor. Scherpe bocht, nog een scherpere bocht. En dat is Kim uit. Ja, voor kinderglijbanen is het best leuk, dat gaat best hard. Ook nog een kinderglijbaantje, die slaan we ook even over, maar hij zit er wel op. Dus voor gezinnen met kleine kinderen genoeg glijplezier hier. Hij is vergelijkbaar met die andere, alleen deze staat met een dubbele helix. We krijgen
gaan vol scheppen op naar links. Wat een rampaadje zit er ook weer. Weer een helix en een laatste bocht en let's go. Ja, leuke rampbaantje, het gaat nog best hard. Ja, het lijken dus kinderwaterglijbaantjes, maar de kistje ziet is een soort mini-typhoon. Hij loopt in de spiraal naar beneden en de bocht is altijd kleiner. Let op, daar gaan we. Volledig in duizend te zien. Gaan we de bocht door, de koppels krappen, 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 krappen. Wat een baan, jongens, lachen man. Tot slot gaan we het terecht doen. We beginnen met een jump, gaan we goede, scherpe, heerlijk in het donker. Bocht naar links, is de knetter. Ja, dat is een goede test voor dit ook hoor. Hele goede test. Ja, twee rondjes. En dan komen we in midden uit. En dan moeten we door het gat naar beneden. Ik moet zeggen, een verrassend goede trechter dit. Had ik niet verwacht. Ja, dan lopen we langs het strand met echt zand. Dit is een heel lang voetenbad, zodat de voeten schoon worden alvorens je in dit bad gaat. En dit is een heel groot recreatiebad. Helaas geen golfslagbad, dat zou ik ervan gemaakt hebben. Maar gewoon heel veel zwemoppervlakte om heel veel mensen lekker te kunnen laten zwemmen. Aan die kant zijn ze nog aan het bouwen zien, daar komt wat nieuws bij. En zo te zien worden dat weer nieuwe waterglijbanen. Je kunt hier tussendoor kijken, dan zie je een deel van een waterglijbaan. Dus ook aan deze kant van dit recreatiebad gaan ze glijbanen toren bouwen. Of ze zich over op de andere, dat weet ik niet. Wat zul je in de toekomst wel zien. Dan gaan we naar een compleet nieuwe zone, Amazonia. En dat is buiten. Dus dan gaan we hier door de deuren heen. Door de jungle. Het eerste gedeelte is nog indoor, maar hier kun je dus naar buiten zwemmen en hier ligt dus ook een wildwaterbaan. Nou, welkom op de rivier Amazonia. We gaan naar buiten, ze hebben een soort draaideur gemaakt. Ziet er leuk uit. Dat is natuurlijk om de warmte binnen te houden in plaats van die flappen. Ja, buiten aangekomen. Dan zien we een ros die heel veel water toevoert tot de rivier. En dit is een start voor ons avontuur, daar gaan we! Hoppa! De baan een beetje stil, maar daar gaan we goed los, daar gaan we lekker snel. En leuk dat jullie alleen maar doorgaan. Niet heel snel, maar met goed tempo in. Ja, hij ziet extreem wild, zeg maar. Maar die stroom die erin zit is gewoon erg goed. Een mooi eerste stukje is dat. Dan krijgen we hier een keuze. Of we gaan rechtsaf of we gaan linksaf. Eigenlijk bestaat de baan uit twee delen. Een binnenbaan en een buitenombaan. We starten zeg maar met de binnenbaan. En net als het eerste stuk loopt de baan hier lekker goed snel door. Daar gaan we, hoppa. Je krijgt iets minder water in het gezicht, waardoor het beter kan. Dat dacht ik, iets minder water in het gezicht. Even kan praten, wou ik zeggen. Nee, niet iets minder waar. Leuke tweede run. We komen bij die laatste run. Ook hier kun je weer kiezen of de rechter of de linkerbaan. We kiezen weer voor de rechterbaan, want we pakken zeg maar die binnenbaan nog steeds. Ook hier stroomt hij lekker door. In de krik hier. Gewoon één recht terug naar beneden. Die is bijzonder, je krijgt die splits, je krijgt die andere mensen erbij. Ja, goede rivier. Die laatste is al goed deel. We gaan nu de buitenbaan zeg maar pakken. Maar daarvoor moeten we weer naar binnen, krijgen we weer zo'n mooie draaideur. Zit alleen maar boven water.
Onder water heeft natuurlijk geen zin, want daar komt de lucht niet doorheen. En dan zijn we weer binnen, zodat je binnen lekker in de warmte naar boven kunt lopen. En dat je niet door de kou heen hoeft. Ja, net zijn we die kant op gegaan. Dan gaan we deze kant op. Dat zal jullie niet verbazen, maar ook deze gaat gewoon goed lekker door naar beneden. Ik blijf gewoon rustig naar onderen. Tot een beetje water. Ik moet wel zeggen, je kunt het natuurlijk minder extreem maken als je op je rug gaat liggen. Ik laat me natuurlijk helemaal diep in het water en de stroming mee sleuren. Ja, dat is wat heftiger. Hoewel deze is wat minder heftig dan die binnenbaan. Lekker hoor. Welke langs je buur te zijn. Ik moet wel oppassen, ik niet zo. En dan komen we uit bij het tweede rustpunt. Ja, deze kant was wel iets minder heftig dan aan de binnenkant. Maar deze kant maakt wel langere meters, dus vandaar. Ja, net hebben we natuurlijk de binnenkant gedaan. Dat was daar. We gaan nu die kant op. Oh man, en deze is ook lekker wild. Gaat één stuk door naar onderen. Hier komt de baan weer tegelijk, liever aan de andere kant. En zo glij je gezamenlijk door. Naar het allerlaatste pad. Leuke baan, al wisselend, snelheid, goed doorstroming. Ja, goed ontworpen baan, heel mooi. Naast de waterbaan is ook nog een groot recreatiebad buiten gebouwd. En dan gaan we door deze draaideur naar buiten. En die is een kleintje ook, een hele grote. Met hier vooraan een stroomversnelling. Een hele lange. De laatste keer toen ik hier was, misten ze dat wel, iets buiten. En nu met die mooie warme dagen, kun je ook lekker naar buiten, hier buiten gaan lekker zwemmen. Verder zitten er diverse bubbelbanken en fonteinen in. Ze hebben nog een recreatiebad, waar je eventueel baantjes zou kunnen zwemmen. Voor de volledigheid laat ik hem even zien. Surf simulatortje hebben ze ook, maar die is vandaag niet in bedrijf. En dan is hier nog een spraypark voor de allerkleinste. En ze hebben alles buiten gezien. En gaan we weer terug naar binnen. Want binnen gaan we nog drie klassiekers doen van de oude glijbaantoren. Met name die blauwe, die wordt erg vet. De laatste glijbaantjes voor vandaag. We beginnen met een familieglijbaantje hier onderaan. En dan eindigen we met die blauwe helemaal hier bovenaan. Daar gaan we, de bandenbaan van Wiekant. De lengte en hoogte allemaal niet bekend. Maar het is een leuke baan, waar je best snel naar onder gaat. Dat is scherpe bochten. Hoppa, lekker hoor. Kom, staan we de skim uit. Hoppa! Mooi baantje. Daar gaan we. De langste waterglijbaan van het park. Die Kroosse Wasserroetse. Van Wiekant. Over Edelstaal. En die glijden heerlijk. Hoppa! Scherpe vorms naar elkaar. En weer een helix. Hoe verder je naar beneden komt, hoe sneller je gaat. Want het Edelstaal glijdt als een malle. Lekker hoor. Laatste hier liggen we bijna beneden. Twee scherpe bochten. Oké, dat is één. En dat is twee. Oh, die is skim out. Ah, heerlijke waterglijbaan mensen.
80 lekker glijden. En dan derde waanzin mensen, de snelste turbo roetje van heel Duitsland durf ik wel hardop te zeggen. Dit ding is niet normaal. Deze gaat zo hard. Ik heb maar weinig glijbanen gedaan die zo hard gingen als deze. In tegenstelling tot de andere waterglijbaan is deze gebouwd door Clara. En kijk die afdaling naar beneden. Normaal zou ik tijdens de afdaling nog wat zeggen, maar ik denk dat hier de kant op krijgt. Het rechte stuk gaat om en dan ga je die bocht in. En dan wordt hij zo wild. Ik moet ook even mijn hoofd beschermen, help ik stoppen op deze waterglijbaan. Want deze is extreem. Let's go! Maximo! Wat een ding, hè? Zo, heel hard. Aanradertje. We zijn aan het einde gekomen van de video, lieve mensen. Ik moet zeggen dat de nieuwe waterglijbaan mij positief verrast heeft. Met name hier die trechterglijbaan. De eerste helix erbovenin vind ik leuk. De meeste trechterglijbanen gaan toe, recht toe, recht aan naar de trechter. Maar hier krijg ik toch een scherpe helix. Sowieso het hele torrentje is leuk. Die mini typhoon die erin zat, vond ik goed. En die andere glijbanen trok hem ook best snel door. Had ik niet verwacht. Ik had ze wat onderschat, zeg maar. Ja, die nieuwe wildwaterbaan, die er ook inmiddels al een paar jaar ligt, maar voor mij nieuw. Ook een hele mooie, goede wildwaterbaan. Stroomt lekker door. Niet te extreem, maar wel gewoon doorstroming. Je hebt als in andere parken wildwaterbanen die stilvallen, buiten het rustpunt om. Nou, hier heb je eigenlijk in principe 3 rustpunten, maar de rest stroomt gewoon lekker door. Natuurlijk de oude toren met die 3 klassiekers, met name die blauwe. Wat een geweldige snelle baan. Heerlijk. Het is dat hij zo hoog is. En dat ik uitgeput ben als ik boven ben, want het is inderdaad een sportheinlager. Man, wat een conditie moet je daarvoor hebben. Maar wat een snelheid heeft die baan. Echt heerlijk. Als we die even upgraden met de lift zou het fantastisch zijn. Wat ze daar verderop aan bouwen zijn, ik weet niet precies wat het wordt. Maar dat zal vast wel online ergens te vinden zijn. Maar dat gaan we de volgende keer dan ontdekken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn weer in een zwembad, pretpark, rode baan, kermis of weet ik van waar. Tot dan weer.